heren, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben me even aan het klaarmaken, want ik heb zo een afspraak. Want ik ga even pasfoto's maken. Mijn rijbewijs is bijna verlopen, dus ik moet hem even opnieuw aanvragen. En de pasfoto die daarop staat, die is echt gewoon zo fucking oud. Dus ik ga even nieuwe pasfoto's maken. Best wel spannend vind ik het altijd. Ik weet dus alleen niet of ik los haar mag of niet. Want je oren moeten heel goed zichtbaar zijn. Maar goed, dat zie ik dan straks wel. Ik heb trouwens een badjas aan. En deze heb ik dus gescoord bij de H&M. Maar ik vind hem dus echt gelijk op die van Skims. Echt een heel chille badjas. Nou, let niet op de zooi hierachter. Ik moet mijn kleren echt weer even opruimen. Maar ik wil even voor een heel simpele look gaan. Zodat ik het gewoon volgend jaar nog steeds mooi vind en zo. Dus ik denk dat ik voor een simpel wit blouseje ga. Ik zit een beetje op het dilemma. Ik heb een blouseje aangedaan. Ik heb voor deze ketting gekozen van Ana Luisa. Maar ik heb dus even los haar gedaan. Maar dan moet ik waarschijnlijk voor de foto dus dit doen. Zodat je mijn oren goed kan zien. Ik heb het lopen googelen. Ik weet niet of ik dit wat vind. Maar ik kan bijvoorbeeld ook gewoon zo'n klein plukje hiervoor doen. En dan mijn haar opsteken. En dan heb ik dit. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk in combinatie met mijn blouseje. Maar goed, voor nu doe ik het even gewoon los. En dan kijk ik wel even straks. Maar ja, zoals jullie weten ben ik de laatste week echt zo goed bezig met gewoon afvallen. Met mijn gezondheid, meer bewegen, meer op mijn voeding letten. En ik heb dus net een pakketje gekregen van Y-Food. En ik ben er echt zo happy mee, want het komt me echt precies goed uit. Ik doe namelijk aan intermittent fasting. Dat betekent dat ik best wel laat eet. Mijn eerste maaltijd eet ik rond 2-3 uur. En meestal heb ik eigenlijk geen zin in eieren of zo. Ik vind ontbijt ook echt heel erg moeilijk. Heb ik altijd al gedaan. En ik dwing mezelf eigenlijk altijd om gewoon te ontbijten. Maar ik vind het eigenlijk nooit echt lekker. En ik heb dus drankjes gekregen van Y-Food. En die zien er zo uit. Ze zijn echt mega groot zoals je ziet. Elk flesje is 500 milliliter. Maar het is dus een complete maaltijdvervanger. Het is geen dieetdrankje, geen proteïneshakes. Echt een volledige maaltijdvervanger. En het bevat 26 verschillende vitamines en mineralen. En wat ik persoonlijk heel erg chill vind is dat het glutenvrij is. Want ik kan niet zo goed tegen gluten. Maar het is daarnaast ook lactosevrij. En wat ook echt heel erg chill is dat ze ook vegan varianten hebben. Dus kan je niet goed tegen melk. Dan hebben ze ook vegan varianten in de smaak vanille en chocola volgens mij. Maar ik laat jullie even zien wat ik heb ontvangen. Hier namelijk de smaken smooth vanille, alpine chocola, happy banana, fresh berry en dan mijn favoriet. Ik kijk hier nu al naar uit. De cold brew koffie. Jullie weten dat ik echt gek ben op koffie. En on the go is het natuurlijk echt de perfecte drankje voor mij. Daar heb ik en een maaltijd gehad. En mijn eerste koffie van de dag. Dus die ga ik zo even nemen. Ik vind het echt heel erg ideaal voor als je bijvoorbeeld werkt en even niet goed weet wat je moet eten tussendoor. Of als je heel vaak on the go bent, dat je gewoon even dit bij de hand hebt in plaats van dat je bij de tank uitstapt en zoals ik altijd een frikandel neem. Voor mij is het nu echt heel handig, want het helpt me echt even in mijn healthy journey. Want ik wil voor eind dit jaar een bepaald gewicht bereiken en gewoon op een gezonde manier. Dus niet die hard dieet of wat dan ook, daar ben ik echt mee gestopt. Dus dit gaat me echt bij helpen. En ik vind ze ook echt betaalbaar, dus voor mij ook echt een pluspunt. Met mijn code Miriam 10 krijg je nog 10% korting. Ik heb even een link in mijn bio gedaan. Mocht je het willen bestellen, kun je daarop klikken en dan mijn kortingscode Miriam 10 gebruiken. Ik ga deze even straks voor jullie proeven en laat ik weten wat ik ervan vind. Ik ga hem nog even in de koelkast doen, want dat vind ik lekkerder. En dan ga ik nu even een broek aan doen en schoenen. De lift doet het niet. Dus ik ga even van de trap af. Dat doe ik Klaas eigenlijk wel wat vaker. En ik heb mijn drankje mee. Zo, ik zit inmiddels in de auto. Voor ik vragen of ik krijg. Deze jas is van Naked. Ik ga even dit drankje even proeven. Wat ik trouwens ook echt belangrijk vind om te melden. Want het is wel iets waar ik zelf altijd heel erg op let. Is dat er geen toegevoegde suikers in zitten in drankjes. En in de drankjes zit het ook niet, gelukkig. Echt lekker. Het smaakt een beetje naar een milkshake met koffie erin. Wat ik ook echt heel erg chill vind is dat je proeft dat het niet zo'n vieze, suikerdrankje is. Echt lekker. Nou, hiermee kan ik het wel volhouden. Guys, ik heb echt net zo'n blunder gemaakt. Dus ik ging de parkeergarage uit. En ik reed best wel illegaal. Want je hebt toch altijd pijltjes welke kant je zeg maar op moet. Pijltjes welke kant je op moet rijden. En ik reed tegen het verkeer in. Maar het was gewoon, er was gewoon geen auto. Dus ik dacht, ik ga even snel zo. Maar er kwam dus wel een auto. En ik kon het toen niet meer uit. Omdat ik dus de verkeerde kant op ging. Maar ik werd een beetje geïrriteerd. Omdat ik denk van,
je ziet gewoon dat ik er niet meer uit kan. Nu ga je gewoon pal voor me staan. Dus ik werd echt gewoon een beetje geïrriteerd. Dus ik bleef daar gewoon staan. Je weet wel hoe het gaat soms in de auto. Maar opeens zie ik een guy naar me zwaaien vanuit de auto. Dus ik kijk en ik zie gewoon Nesim's vriend erin. Dus ik heb echt heel bij de hand gedaan tegen Nesim's vriend. En daarna ging ik ook naar hem zwaaien. Maar nu sta ik echt zo voor Paul. Het is echt zo druk bij Alexandria. Dat ik naar een andere parkeergarage ben gaan rijden. Zodat ik normaal kan parkeren. Het is echt helemaal vol door het drankje. Dus heb ik wel echt gelijk. Je raakt er echt heel vol van. Oh ja, oren goed zeg maar, ja. Als je goed op in de lens kijken en je mag lachen met je lips. Ja. En dan gewoon even lachen. Ze wordt dus gewaakt. Ik ga echt helemaal stuk. Ze vroeg dus nog of ik zo'n grote wou. Want ze hadden voor de fun een andere paspoort gemaakt. Die dus niet aan de eisen voldoet. En ze vroeg of ik die in het groot wou. Toen zei ik, ja, doe maar. Zegt ze, wil je de fotolijstje omheen? Ik zeg, ja, doe maar. Kom onzin mee. Heb ik allemaal dingen gehaald die ik helemaal niet hoefde. Maar ik vond het wel grappig. Voordat het donker wordt, wil ik je nog even mijn pasfoto's laten zien. Kijk, dit zijn die kleintjes. Ik ben ook niet zo lang aan te kijken. En ik heb een fotolijst meegekregen met zo'n grote. Oh my god. Maar ik denk dus dat ik deze gewoon naar Nesim ga brengen voor de grap. Ik ga gewoon bij Nesim langs het kantoor en dan zeg ik, ik heb een cadeautje voor jou. Hey Nini, ja. Ik heb een cadeautje voor jou. Een cadeautje voor mij? Jij moet eerst mijn koffie eerst vasthouden. Dit is voor jou. Dit is voor mij. Ja. Maar ga je mee naar binnen of moet ik hem nu openen? Ja, doe maar open. Jezus. Mijn dikke kop. Wat is dit? Waarom krijg je het? Nou? Dit is echt het beste cadeau die ik ooit heb gekregen. Ik vind het geweldig. Ik ga deze op mijn bureau zo zetten. Zo. Oh my god. Dit is onze bestelling. Ik heb vandaag Mexicaans besteld. Voor mij een salade. En voor Nesim even wat nieuws. Het is een burrito bowl. En dan kan je dus echt... Ik heb geproefd en hij is heel lekker. Ik heb dus voor jou besteld met borgel erin. En ik zweer op alles. Echt heel lekker. En kip of wat? Ja, extra kip zelfs. Oh, nice. Je moet echt proeven, want hij is echt heel lekker. Die van jou is lekkerder. Wat voor rijst is het? Borgel heb ik gekozen, zodat het gezond is. Mm. Lekker hè? Mm. Had ik ook echt niet verwacht. Met bonen en zo. Ja. Het was echt gewoon verrassend lekker. Ik heb wel gevallen. Ik ga het niet vallen. Het was echt verrassend lekker hè? Een vullend jongen, niet normaal. Zo is het echt vol man. Bonen, mais, kip en Nesme heeft nog borgel. Ik had nog sla. Ik had eigenlijk precies hetzelfde wat jij hebt, maar dan met sla. Grootboer, jongen. Ze heeft mijn foto nu dus daar gedaan. Oh mijn god, iedereen die hier komt ziet mijn foto daar. Ik ga stuk. Guys, ik ben weer thuis. En in de vorige vlog had ik aangegeven dat ik weer aan het trainen ben. Dat doe ik gewoon thuis. Dus echt gewoon allemaal toeristisch. Ik heb zo'n matje gekocht. En die is echt vrij dik. Hij was ook echt best wel prijzig. Een paar gewichten, echt niet zoveel hoor. Dit is volgens mij iets van... Ja, 2,5 kilo. En deze zijn een kilootje. Dus echt allemaal niet zo zwaar. Maar ik volg dus het programma van Chloe Ting. En dat is deze. Kijk, je kan dit gewoon even opzoeken op YouTube. En dan kan je het gewoon gratis volgen. En het is echt heel eenvoudig. De eerste paar keer ga je echt dood. En daarna wen je hier gewoon aan. Echt heel chill. Ik heb even een homeworkout gedaan. En toen heb ik daarna mijn rijbewijs aangevraagd online. Die krijg ik over 2 werkdagen als het goed is. En daarna zag ik echt een heel leuke actie op een website, het heet Fashionet. Zag ik gewoon een actie op UGG's. En ik hou echt van UGG's. Ik heb pantoffels van UGG's. Maar ik wil ook altijd zeg maar die classics. En ik zag dus dat er €50 korting was op die UGG's. Ik heb ze gewoon gehaald. Ik weet heel veel mensen ze lelijk vinden. Maar ik vind ze lekker comfy. Ik vind het lekker om mee te wandelen. Ik vind het leuk om mee naar familie te gaan. Gewoon voor een chill avond. Als je lang in de auto moet zitten of als je snel langs de supermarkt moet... Ideaal voor deze dagen. Dus ik wil jullie even laten zien wat ik laatst heb besteld van zo'n webshop. Ik heb namelijk daders besteld. En die zijn dus gevuld met pistache.
En oh mijn god, het is zo lekker. Ik mag er dus van mezelf elke dag 2. En dit is dus gewoon echt elke dag mijn toetje. Lekker bij de thee. Ik ga ze ook even gelijk een theetje zetten. En dan lekker van mijn dadels genieten. Maar dit is wel echt een aanrader. Ik ben ondertussen een theetje aan het maken. Nessum die komt zo thuis. En dan gaan we even lekker op de bank even samen een uurtje Netflix kijken. En daarna gewoon even naar bed. Dus ik hoop bij deze al de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende weer. Doei doeg!